Vol fascinatie keek de wereld toe hoe een zeebodem transformeerde in landbouwgrond. Een nieuw stuk Nederland werd in de jaren 60 op progressieve wijze bebouwd en bewoond. Dit jaar presenteerde architect Rem Koolhaas een onderzoek naar nieuwe vormen van pionieren op het platteland. Ook onderzoeker Stefan Peterman droeg bij aan de expositie en publicatie Countryside the Future, die op dit moment te zien is in het Guggenheim Museum van New York. In deze aflevering van Polder TV praat Stefan ons bij over de Nederlandse pioniersmentaliteit van toen en nieuwe ontwikkelingen die hij tegenkomt over de hele wereld. Dus kijk mee met Polder TV. The Northeast Polder is another piece of land where farms must be built. With room for 35,000 people, where a town has to be built along with 10 villages. The town will serve as an economic and cultural center for all inhabitants of the polder. Hier 10 kilometer verderop ligt er een klein dorpje, Nagelen. Dat is een heel bijzonder plekje, want het is in de 20e eeuw een van de weinige plekken die echt door een moderne avant-garde ontworpen is als dorp. Dus waar eigenlijk de voorlopers in de Nederlandse architectuur samenkwamen om een dorp te ontwerpen. En dat is internationaal eigenlijk een vrij unieke prestatie. Ja, er is een film gemaakt in 1960 door Louis van Gasteren dat eigenlijk het proces van het ontwerp en de realisatie van Nagelen helemaal laat zien. Het eerste moment in de film wat indruk maakt is als de nieuwe inwoner van de polder eigenlijk afscheid van zijn oude dorp moet nemen. Waarbij er allemaal mensen zwaaien en een gedag zeggen. Het volgende scène is dan dat hij aankomt op dat nieuwe land en dan schrikt van die leegte en de nieuwheid. En het moeten invullen van een heel nieuw kader. Het tweede indrukwekkende moment is dat je een shot hebt van een tafel waar eigenlijk al die avant-garde architecten samen zitten met rokende mannen helaas. Er zijn ook wel vrouwen gelukkig in het proces ook betrokken, Mien Ruijs. Maar die zitten met elkaar die plannen te schrijven en te maken. En waarbij Aldo van Eyck strak in de camera kijkt en zegt, dit is de horizon, dit is de vorm. Dit, zo gaan we het doen en dat zonder blikken of blozen, zonder aarzeling en vol overtuiging die nieuwe wereld schetst voor ons. In China geef ik samen met Rem Koolhaas les aan de Central Academy of Fine Arts in Beijing. Waarin we een studio hebben over het platteland, de toekomst van het Chinese platteland. En daarbij hebben we ook deze film van Nagelen laten zien waarbij de Chinezen zelf enorm moeten lachen. Er zitten enorm veel overeenkomsten met Chinese propaganda. En de ritmes en de thematieken die daar ook al verschillende decennia gebruikt worden. Het grappige van die relatie met China is dat eigenlijk op het moment dat Nagelen af is en we eigenlijk ook een beetje vanuit die overheid dat die interesse in het platteland ook eigenlijk ergens af begint te nemen. Dat in China juist eigenlijk opgepakt wordt en een enorme transformatie van het platteland tot stand gebracht is. Waarin we nu eigenlijk ook zien dat er een volgende stap nodig is. Zowel hier in Nagelen als ook in China, waar ze ook ja, eigenlijk met dezelfde vraagstukken zitten, ook over ecologie, duurzaamheid en hoe dat leven in dat landschap buiten de stad in de 21e eeuw vorm kan hebben. Nagelen from now on will remain a part of the community of the Northeast Polder. And the people who far from here find a balloon carrying greetings and the address of the sender will say, look, they have added a new village.